Mariam Tolomme, we zijn hier vandaag in OHL. Jullie kwamen met Anderlecht op bezoek. Hoe liep de wedstrijd? Niet zo goed eigenlijk. Verloren. Ja, we hebben ons nog kunnen herpakken door nog te scoren, maar het was te weinig van ons. En het is al een paar matchen zo, dus ik hoop dat we nu een keer met de voetjes op de grond komen allemaal. En dat we scherper gaan beginnen trainen en terug beginnen punten pakken. Ja. Eerste helft, jullie komen wel op voorsprong. Mooie actie, Stefania naar Tessa. Dan even pech met Sarah die de kruising trof. Maar dan begin tweede helft, dat was minder, hè? Ja, inderdaad. Zij waren wakker, zij waren gretig. Zij wouden ervoor gaan. En wij waren, niet dat we niet wouden, maar wij waren nog aan het slapen. En dan zeg je van, als je niet wakker bent en niet klaar bent, dat je deksel op de neus krijgt. Ja. Dan uiteindelijk, het wordt 3-1. Jullie proberen dan nog de laatste 10 minuten. 3-2 wordt het dan nog. Het wordt dan nog spannend. Maar uiteindelijk, nederlaag. Het is wel al de tweede dit jaar in competitie. Derde in totaal. Inderdaad, klopt. Het is daarmee dat ik nu ook zeg dat het tijd is om met onze voetjes op de grond te gaan en dat we scherper beginnen trainen en dan gaan we die punten terugpakken. Ja. Volgende week standaard, wat denk je daarvan? Tijd om nu deze week scherp te trainen en dan gaan we de 3 punten pakken. Oké, ik dank je. Veel succes voor zaterdag al. Dank je wel.